Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl van vrijdag 21 oktober. En het weer ziet er goed uit voor de zonliefhebbers. Op de satellietfoto zien we al weinig wolken boven Nederland. Dat betekent dat we vandaag slechts een paar wolken zien, maar ook heel veel ruimte voor de zon. De meeste wolken trekken trouwens vanochtend over het westen en noorden. In het oosten en zuiden zijn de wolken vaak dun, een beetje sluierbewolkingachtig. Vanmiddag ook flinke zonnige perioden en een paar dunne wolkenvelden. Op de Wadden zijn ze misschien wat dikker, evenals langs de westkust. Temperatuur 10 tot 12 graden, overal droog en een matige zuidenwind. Vanavond verandert er weinig, het blijft rustig weer, maar onder die vrij heldere hemel wordt het wel snel koud. 6 graden in de avond en in de nacht gaat het weer op diverse plaatsen vriezen. De zaterdag is ook zonovergoten, opnieuw wel weer een paar sluierwolken, maar het stelt allemaal weinig voor. Droge dag. 10 tot 12 graden en de wind is naar het zuidoosten gedraaid. Zondag wordt het in het zuiden wat zachter, 14 naar 15 graden. Ook dan volop zon, paraplu kan gewoon ver weg blijven. Maandag is het ook nog mooi weer, dinsdag komt er vanuit het zuiden dikkere bewolking aan en dan kan er wel weer wat regen gaan vallen. Temperatuur na het weekend 12 tot 15 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.